Je kunt pas werken met de herinnering aan het trauma als iemand eerst in een staat van ontspanning is. En je kunt ook zelf pas werken aan de herinnering van jouw trauma als je in een staat bent van meer ontspanning. Dus dat hoeft geen absolute ontspanning te zijn, maar meer ontspanning. En heel vaak is het zo dat als iemand bij mij komt voor een traumaconsult, dan gaat iemand het verhaal vertellen wat er allemaal gebeurd is. En daar komen dan vaak nog meer dingen bij die ook gebeurd zijn. Want al die heftige gebeurtenissen die zitten via bepaalde circuits in de hersenen, staan die met elkaar in verbinding. Als je eenmaal dat circuit aanboort, boor je het hele circuit aan van heftige dingen die gebeurd zijn in je leven. En dan komt iemand steeds hoger in de energie te zitten, steeds verder in de traumavortex, in de spiraal die je steeds verder de trauma-energie inleidt. Dat zie je aan dat bijvoorbeeld deze spieren, als ik het even kijken of ik het kan zichtbaar maken, deze schuine spieren, de sternocleidomastoïdius, dat zijn de hulpademhalingsspieren, die zie je aanspannen. Je ziet de schouders optrekken, de hartslag wordt heel hoog. Dat kun je soms ook zien bij de halsslagader. De ademhaling wordt hoog en oppervlakkig. En waarschijnlijk, als ik hierover vertel, dan voel je het ook al bij jezelf. Omdat als je luistert en ziet wat ik doe nu, dan gaat dat via spiegelneuronen ook naar jouw eigen beleving? Dat is hoe wij elkaar kunnen aanvoelen, kunnen begrijpen, kunnen meeleven. En dan is de hoop van iemand dat hoe meer die zal vertellen, hoe beter ik het zal begrijpen en hoe meer hoop er is op bevrijding van die trauma-energie. Maar het is belangrijk om te weten, en ik werk daar dan ook mee, ik leg dat dan ook uit, om eerst naar een rustiger niveau te komen. Door te gronden, bijvoorbeeld door je voeten op de grond te voelen, of door te voelen of je je echt kunt laten zakken in de stoel. Ik merk dan ook al meteen als ik dat doe, dat mijn schouders ook meezakken, dat mijn ademhaling dieper wordt. Dus door het vertellen net van die trauma-energie raak ik zelf ook in een hogere energie. Dus ook voor mij als therapeut is het belangrijk om eerst met die downregulatie bezig te zijn. Dus om naar een gebied te gaan in je lichaam waar het net iets rustiger voelt als tijdens die hoge energie van het vertellen. En waarom is dit belangrijk? Omdat als je eenmaal naar de traumaherinnering gaat of steeds dichter daarbij komt om te kijken welke elementen van emoties en gevoelens en gedachten en lichaamssensaties die allemaal als een knot bij elkaar gekoekt zitten, om die meer uit elkaar te kunnen halen. Daarvoor is nodig de ruimte en de rust van het meer gereguleerd zijn eerst. Anders heb je geen plek in jezelf vanuit die hoge arousal, van die uit die hoge opwinding, om al die puzzelstukjes wat meer uit elkaar te leggen en ernaar te gaan kijken. Want als je in die hoge energie zit, dan
wordt alles waar jij naar kijkt en waar je juist naar wil kijken om het een plek te geven, wordt gekoppeld aan die hoge arousal. Omdat jouw systeem dat dan verbindt. Oké, ik keek naar dit puzzelstukje vanuit die hele hoge opwinding. Dus dat puzzelstukje waar je eigenlijk naar wilde kijken met van, goh, kan daar iets in veranderen, kan daar iets in bewegen. Dat puzzelstukje wordt dan geladen met die hoge energie. Dus wat je ook doet met trauma, het eerste is om te leren om jezelf te reguleren. Om te kijken van, oké, nu herken ik dat ik hoog zit in mijn energie. Wat kan ik doen nu om dat naar beneden te brengen? Om, wat helpt mij om bij een relatieve rust te komen? Ik zeg relatief omdat als dat die trauma-energie in je gefixeerd is, dan kun je niet tot een volledige ontspanning komen. Ik denk dat volledige ontspanning sowieso een heel groot woord is. Dat je dat misschien alleen kunt ervaren als je verlicht bent om helemaal ontspannen te zijn. Maar het gaat om een relatieve ontspanning. En wat er dan ook al meteen gebeurt, is dat er ruimte ontstaat. Ruimte om te onderzoeken, ruimte om te gaan kijken, ruimte om nieuwsgierig te zijn naar de diverse elementen die betrokken zijn bij die herinnering die zo gefixeerd blijft in het heden. Meer filmpjes die ik heb gemaakt over traumaheling en ook over coaching vind je in de links die ik daarvoor heb toegevoegd in de beschrijving onder dit filmpje.